Duitse supporters, ouders en sympathisanten van KSK Heist, traditiegetrouwd met KSK Heist in het begin van het seizoen, zijn jeugdploegen aan u voor. Ook vandaag zijn onze jeugdspelers weer in grote getalen naar hun sportcentrum gekomen om zich aan u voor te stellen en straks ons eerste elftal aan te moedigen. De eerste voetballers die zich aan u voorstellen zijn onze U7, U8 en U9 met hun trainers Steven de Mutter, Chris van Woensel, Rudy Bekkers, Jeroen de Mutter, Jos Verbist en Bart Bosmans. En hun begeleiders afgevaardigden Willy Adriaansen, Lieve van Winkel, Nicole Lambrechts, Dirk Aerts, Jurgen Vleugels, Peter de Vocht en Danny Wissok. En dit alles onder de supervisie van hun TVJO onderbouw Mark Rijmans. Ja, ik kan dat doen. Vervolgens krijgen we dan onze U10 en U11 met hun trainers Raf van Rompuy, Johan Peters, Hans van Kraan en Mieke Janssens. En hun afgevaardigden Dominique Verhagen, Walter Delmee, Ivan Lanno, Chris Collins en Gert de Munter. Vervolgens krijgen we dan onze U12 en U13 met hun trainers Patrick Lukkermans, Peter Verlinden en Bruno Baten. En hun assistenten Peter de Kok, Kurt Gijsens en Koen Verbeek. En dit natuurlijk allemaal onder supervisie. U10, U11, U12, U13 onder de supervisie van de TVJO middenbouw Patrick Lukkermans. Met hun trainers Dirk Schellens, Rudy Olijslagers, Paul Peters en Bruno van Kamp. Hun afgevaardigden Patrick Bouwmans, Patrick Witters, Tom van der Putten, Leo Lens, Stefan Brands en Wim van Loo. Vervolgens onze meisjes U16 met hun trainer Steven Luiks en afgevaardigde Wim van Dijk en Erik Smets. Onze U16, U17 met hun
Kamps, Saïd Benamou, Luc van der Schralen, Ludo van den Branden en Koen Kamps. Hun begeleiders afgevaardigden Nico Verboven, Johan Belkens, Geert van Loo en Willy Adriaansen. Vervolgens onze U19 en U21 met hun trainers Chris van den Berg en Frank Aerts, bijgestaan door hun afgevaardigde Dirk Verkammen, Benny van Kraan en Paul Verlinden. Vervolgens de jongens van de G-voetbal met hun trainersbegeleiders Paul Heijlen, Bart van Parijs, Jos Verbist, Michel Verkammen en Tim van de Water. We vergeten natuurlijk niet te vermelden onze competentietrainers Sven Laurens, Ivan Douwen, Herman Vos, Patrick Wouters en Frank Carré. En last but not least de keeperstrainers Danny de Vogt, Jeff van Loo en Leo van den Bos. Beste supporters, zie hier voor u de toekomst van KSK Hest. We kunnen hen in hun verdere ontwikkeling als voetballer en als mens niet beter ondersteunen dan beschreven in het voetballiedje bij uitstek You Never Walk Alone. Thank you.